De acties bij de brandweer zijn opgeheven. Dit bevestigde minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zaterdag tegenover journalisten bij een oriëntatiebezoek te Wageningen. Volgens de bewindsman is de brandweer weer volledig aan de slag. Amoksi wilde persoonlijk polshoogte nemen van de situatie in Wageningen rond de bosbranden die al enige tijd gaande zijn. Ja, ik ben mee dus komen oriënteren vanwege de calamiteit die zich hier voltrekt. En als minister, weet je, de politie valt onder mij, de brandweer valt onder mij, die overigens vandaag weer haar diensten moet aanvangen. Ja, de mensen waren in beraad daar. Ik heb gisteren met ze gesproken en we hebben elkaar kunnen vinden vandaag. Vanmorgen hadden ze hun ALV en het is bevestigd dat het beraad is opgeheven. En de komende dagen, weken gaan we verder daarover. Ja, dus ik ben mee komen oriënteren ten aanzien van de calamiteit die zich hier voorttrekt. De regering is bezig met de coördinatie. Je ziet het, NCCR is vanaf het begin betrokken. Ja. En ook de andere diensten, verschillende diensten. De justitieminister moet nog wat rapportage krijgen van de politie en de andere diensten die de situatie in Wageningen onder controle proberen te krijgen, tezamen met het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR.